Hallo, dames en heren, een nieuwe aflevering van Pokémon Fire-type Only Shield. Pokémon Shield Fire-type Only, blabla. En we gaan verder in de Rose Tower. We zijn bijna bij de top. Oma's aan de top. Het feest kan niet op. Met oma's aan de top. Ja, ik heb geen idee hoe dat liet. Ik ben niet zo'n K3-fan. Ik zag laatst wel op de Telegraaf. Ja, gewoon op Facebook, zeg maar. De Telegraafpagina. Er was zo'n guy. En die was, weet ik veel, 25 of zo. En die was zo'n K3 superfan, zeg maar. Ik denk van netjes, weet je. Heb ook gewoon respect voor, weet je. Lekker je eigen ding doen. Kan je alleen maar respect voor hebben. Ik kan wel zeggen van, in die comments ook, vraag je een kind, ach, is deze man een randdebiel? Nee man, deze man doet gewoon lekker wat hij leuk vindt. Weet je, daar zouden wij een voorbeeld aan moeten nemen. Weet je, net als je als 31-jarige... Pokémon kaartjes verzameld, weet je wel. Floep, floep. Oh, zwaartekracht. Of was er nog meer? Ja, weet je, hobby's. Gewoon. Doe de dingen die je leuk vindt. En schaam je er niet voor. Heb ik nou weer gemist? Ik denk dat ik toch eventjes moet gaan praten met Cinderace. Want hij mist nu al twee keer... Nou, niet deze aflevering, maar dat was de vorige aflevering ook al. Maar voor mij is het wel echt binnen een kwartier tijd. En sorry Cinderace, maar jij bent de zwakste schakel. Tot ziens. Hé, kut. Ik dacht dat ik wat meer zou doen. Fuck. Oké, hey, geparalyzed. Dat is altijd goed. Oh, natuurlijk niet. Oh, Dubbel gaat er aan. Tot ziens. Tot ziens, busje lasagne. Ja, nee, maar ik vind sowieso mensen... Sommige mensen die... doen volgens mij niet wat ze leuk vinden. Omdat ze denken dat het niet goed is of zo, weet je wel? Wat voor hobby's heb jij? Zet in de reacties. Wat voor hobby's heb jij waarvan je denkt van... Oh, dat... Schaam ik me een beetje voor, want misschien is het kinderachtig. En Rico, voordat je iets vulgairs gaat zeggen, niet doen. Niet doen, er zijn kinderen bij. Dat wou ik zeggen. Ja, weet je, ik vind het gewoon belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn in deze wereld. En hoe mooi zou het zijn, hoe vredevol zou het zijn als we dat allemaal kunnen doen. Bla bla bla, kot. Ik kon gewoon gemonnen thuis blijven. Ga ik zoetsappige dingen zeggen. En nog een gevecht. Heerlijk. Heerlijk. Ik stink een beetje naar zweet. Echt wat. Deo. Nee, ik ben niet gesponsord. Was maar zo'n feest. Ha, dat zou lekker zijn zeg. Fucking deodorant sponsoring ruik ik altijd lekker. Ik sta open voor sponsorschap als jullie kijken. Ik ben heel goed in reclame maken. Sponsor me. Ik hou ook van Monster Energiedrank, dus als jullie me willen sponsoren, mag dat ook. Dus, goed verhaal, lekker kort weer. Kablam. Yes, dubbel doet weer precies niks. Lekker maat. Lekker, op jou kan ik rekenen. Het lastige aan dit kopje hier, volgens mij heb ik het al een keer, er zit zo'n randje aan de binnenkant. En door dat randje, ik geloof dat het dubbel kijk. Kan je net niet, het laatste slokje is subtiel, eigenlijk moet je een beetje zo vasthouden, een beetje als een soort kelk en dan zo. Ja, als wij je lip eromheen vouwen, dan... En dan heb je dat slokje eruit. Oh, is hij niet dood? Fuck. Wat een malaria. Ja, maak hem kapot. Dood, dood. Iedereen moet dood. Level 57 zijn we alweer met Cinderace. Ik
ook geen idee wat Leon voor level Pokémon heeft. Misschien is hij wel zikkelijk een sterke Pokémon. Wat ik nog wel heb, weet je, dit is tegen het einde. Ik kan nu al mijn items gaan gebruiken die ik wil. Dankjewel, Hoppie die Hop. Oké, ik ga ervan uit dat dit de laatste was, dat we nu naar de top gaan. Jazeker, de hypotheker. Nice. Nice! Nice, nice! Kijk, oké. Okay. Ik kan nu dus shit gaan gebruiken. Volgens mij heb ik nogal wat... rare candy. Waar zou dat staan? Hier, oh. Oké. We gaan in elk geval eerst... Cinderace even boosten. Level 63, dat vind ik mooi. Keyboard moves. Oké. Wie willen we nog meer boosten? Ik moet even hier kijken, want ik heb dus zo'n dikke lamp daar staan. Ik wil Incineroar ook even boosten. 7. Welk level wordt hij dan? Hey, 63, nice. Oké. Dan wil ik die 6 gaan gebruiken voor Chandelure. Ja. En dan hier de helft van voor Victini. Zomaar. En de andere helft voor Rotom. En dan deze helft. Oh, weer voor Victini. Oké. En dan de rest ook voor Victini. Oké. En dan de Dynamax Candy gaat volledig voor Cinderace. Dat is de enige die een Dynamax vorm heeft. Klaar. Oké, we gaan ervoor. Volgens mij komt nu Eternus. But I'm afraid it is now time for you to go home. Because... I will not allow anyone to disturb the great Chairman Rose. You shall be the first, Effie. If I beat you to pieces, then the champion will have no one to battle and will thus lose heart. In that state, he will listen to anything the Chairman says. Nou, ik weet niet of het zo werkt, maar... Kijk, als je even een AK'tje pakt en me door mijn hasses knalt, ja dan... Of nog beter, zijn broertje, weet je, als je Hop door zijn hasses knalt, ja, dan vindt Leon het misschien niet zo leuk. Maar, ja, ik weet niet of dit een heel goed idee is, eigenlijk. Dat is een ijs-Pokémon. Ik ben geen ijs-Pokémon. Ik heb ook geen idee hoeveel zij heeft qua Pokémon, want ik mag dus Dynamax, dus dat ga ik zeker doen. Maar de vraag is, inderdaad, wanneer? Kijk, we moeten zo kunnen zien. Ik ga even naar dit scherm kijken. Een Milotic. Kutzooi. Dan wil ik wel even een Rotommetje hebben. Want een Milotic kan wel eventueel wat flinke damage gaan pakken. Maar het geeft niet. Ik heb Rotom mee voor zulke gevallen. Even kijken hoor. De Pokémon is er nog. Oeh, nog 4. Dat maakt niet uit. Thunderbolt. Maar gebruik zijn allemaal Pokémon die je pas post-game kan krijgen. Heel goed. Salazzle, dat is een vuur Pokémon. Maar ook een grond Pokémon, dacht ik. We gaan gewoon een keer Volcanion gebruiken. Die hebben we namelijk nog niet gebruikt. Weet je, gebruik die ook een keer. Net zo makkelijk. Volcanion, de Wish Granter. Steam Eruption. Oh, Poison Gas. Is outspeed in mijn Volcanion, joh? Welk level is hij dan? Flats. Level 50? En die outspeed in level 70 Volcanion? Hoe dan? Ja, ik denk toch dat daar iets fout gaat. Dat dat een foutje van het spel is ofzo. Maar... Oeh, dat is nogal wel wat damage.
Sarina. Ik weet niet wat een Sarina is. Ik weet wel dat ik nog wilde Dynamax met Cinderace. Dus dat ga ik nu doen. Ongeacht wat het is. Oh, een gras-Pokémon. How convenient. Doggett! Kijk dan, wat een beauty is het. The beauty in the brain. Wow. Oh, het voelt goed. Yeah. Zo gaat zij dan ook niet Dynamax, of niet? Niet eens, hè? Heeft ze daar geen Dynamax Pokémon? Was dit nog niet de laatste? Misschien is dat het probleem. Ja, volgens mij wel. Misschien niet. Ik weet het niet. Oh, een Gorbador. Oh, die is fucking vet als Dynamax Pokémon. Dit is mijn last Pokémon, seriously! En volgens gaat ze in de derde persoon praten als ik het goed zag. Oh, Liana, I'm going to finish this! Fuck jou. En fuck je plannetjes en fuck je moeder. Die blik in haar ogen, jongen. Zo kijkt mijn vrouw ook altijd naar mij als ze boos is. Ah, oh, ik maak je dood! Ja, dat is altijd wel een bijzonder moment. Hé, hey, daar is de Titanic gebleven. Zie je dat in zijn buik? Ja, dat weet ik nou maar. Hé, hey, ook een stuk van de Twin Tower. Zie je dat? Oh, hoe kan dat trouwens wel op YouTube? Hel toch? Nou, ik weet niet. Nou, daar links in elk geval. Laat maar, ik weet niet of het kan. Kan dit, jongens? Wat vinden jullie? Laat het achter in de comments. Ik vind het sowieso altijd leuk om comments te lezen. Dus als jullie willen commenten, doe het. Doch het. En mijn Cinderace is weer normaal. Oh ja, ja, ik heb gewonnen. Nee, fout. Jij hebt gewonnen. Ik heb verloren. Nou zal mijn plannetje niet meer lukken, want redenen. Weet je, donderstraal die kinderen gewoon uit het raam dan. Zit Lier nou ook in het complot? Oké, ik ben even in de war. Ik weet niet of jullie meelezen. Ik heb geen zin om het voor te lezen of zo. Maar ze hebben nu een probleem. En Leon zegt van, nee joh, weet je, dat is persoonlijk 1000 jaar, 1 dagje maakt niet uit. En Rose zegt, ah jawel, dat moeten we nu doen. Maar ik dacht dat juist dat wijf totaal geflipt was. En Rose zoiets had van, hé, hey, wat doe je allemaal, vriendin? Maar Rose wil dus nu dingen doen en Leon zegt van, fuck dat. Oké, fucking vaag. Gaat het nou allemaal om een match? Dit hele gezeik? Fucking Flippy. What the fuck gebeurt er allemaal? Oké, dus... Eigenlijk is dit nu allemaal, zeggen ze, voor niks geweest. Wauw, het verhaal is echt extreem kut. Ik dacht dat we nu Eternus gingen bevechten en bla 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 en dan...
dat we die match doen. En dan was de aftiteling en dan waren we klaar. Maar kennelijk niet. Kijk, er zit nog een heel stuk van verhaal. Dus ik denk dat ik de aflevering wederom ga afsluiten. En dan de volgende keer weer verder ga. En dan heb ik toch iets meer Pokémon dan ik dacht. Yippie-ki-yay. Ja, laat maar zien, meid. Kan ik even saven? Kan ik even afsluiten? Oké, even een rondje draaien. Pats, mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Peace!